Ja, nou, wij moeten een garantiestelling kunnen afgeven bij de stegen. Uiterlijk op 13 januari, vrijdag de 13e. We zijn druk bezig met het zoeken naar financiers. Omdat de stegen de deadline heeft gesteld op 13 januari. En nou ja, je kan die garantie dus eigenlijk niet geven? Op dit moment niet, nee. Het zou eeuwig zonde zijn dat dit mooie project met letterlijk en figuurlijk de haven in zicht zou stranden. Goijke Postma, architect van de Hof van Heden-Almelo. De laatste tijd zijn er toch verontrustende berichten in de krant over de voortgang van het project. Hoe zit dat? Ja, zo zit dat. Het zijn verontrustende berichten als je het bekijkt vanuit een bepaalde hoek. Maar als je het bekijkt vanuit een vereniging die iets wil realiseren, wat niet voor de hand liggend is en wat ook niet zomaar al gebeurt op grote schaal, dan kom je ook dit soort moeilijkheden tegen. En jullie hebben iets heel bijzonders bedacht. Sterre, kan je er iets over vertellen wat jullie heel graag willen? Een rolstoelbus. Een rolstoelbus. Dat is wel heel bijzonder. Want wat kan je als je een rolstoelbus hebt? Dan kunnen we met z'n allen weer op stap. Ja. Ja. En dat zou heel fijn zijn, hè? Ja. Waarom gaat dat niet zo goed? Omdat niet iedereen in de auto mee kan dan. En als het dan wel weer kan, waar zou je dan heel graag naartoe willen? Weet ik niet. Heb je er al een beetje over nagedacht? Ja, Efteling. We hebben heel veel donaties gehad, ook van bedrijven, van particulieren, maar ook gewoon van wildvreemden. Dat is echt heel bijzonder. En wat moeten dan de mensen gaan doen om te zorgen dat jullie zo'n bus krijgen? Ja, we hebben een crowdfunding zijn we gestart en ja, iedereen kan helpen door te doneren. We hebben een site opgericht, daar staat het hele verhaal van Sterre, de hele medische geschiedenis staat daarop. En we hopen eigenlijk dat mensen ja, een klein deel zouden kunnen en willen doneren om ons te helpen met de aanschaf van een rolstoelbus. Jan Smit, je hebt net je nieuwjaarsreden gehouden hier bij Heracles en dat sloeg in als een bom. Je gaat er vandoor. Ja, maar ik hou een nieuwjaarstoespraak van een half uur. En alleen de laatste twee minuten krijg ik aandacht. Ik begrijp dat ook wel. Ja, het is voor mij emotioneel. 18 jaar met heel veel plezier gedaan. Mijn gevoel zegt, ga nog maar lekker door. Maar mijn verstand zegt, nu moet ik er een eind aan komen. En nu, we hebben alles voor elkaar bij Heracles Almelo. Prachtig stadion. We hebben een kampioen geworden. We hebben Europees voetbal gehaald. En er komt toch een keer een eind. Dus ik over 2 of 3 jaar was, dan gaan precies hetzelfde. Ik heb die beslissing ongeveer 2 maanden geleden. Ja, je groeit er naartoe. Maar op een bepaald moment denk je, ja, ik moet er komt een keer een eind aan. En dan laat je dat op je inwerken. Dan heb je er, ik heb het alleen met mijn broer Kees over gehad. En met mijn vrouw. En op een bepaald moment zeg je, ja, ik heb het in november in een bestuursvergadering gezegd. En toen zijn we met z'n allen gaan brainstormen over de opvolging. Nico-Jan Hoogma wordt nou het gezicht van Heracles Almelo. En intern is dat Hans Bredewoot. En ik ga de komende jaren gewoon lekker genieten van de thuiswedstrijden. Met mooi voetbal. Want ik ben ervan overtuigd dat Nico-Jan Hoogma het heel goed gaat doen. Bij deze zeg ik alle sponsoren dank. Zeg ik met name ook alle supporters die mij ook altijd gesteund hebben dank. Wat mij het meest heeft getroffen van de supporters is het spandoek wat ze hierboven aan het stadion hadden gehangen toen we Europa ingingen. Jan bedankt, jou en onze droom, Europees, is uitgekomen. Supporters bedankt. Maar ik ben nog niet weg, hè. Tot 1 juli ben ik voorzitter. En we gaan nog, vandaag mag even de aandacht op mijn afscheid liggen, op mijn vertrek. Maar ingaande morgen is het gewoon de competitie die we telt. Zaterdagavond Groningen. Jan, bedankt voor die 18 jaar. Bedankt ook namens de kijkers en namens de luisteraars van Radio Almelo. Oké, graag gedaan. 1, 2. Nou, het
was natuurlijk erg vereerd door de uitnodiging die ik heb gekregen vanuit de wethouder om samen met haar de brug te openen. Nou, heel leuk, door een gongslag en door even voor de tijd ook mogen benoemen wat wij ook belangrijk vinden aan het bouwen van deze brug, dat die er nu is, maar ook aan de stedelijke ontwikkeling, de binnenstad, die een impuls kan gebruiken waarin wij graag samen met de gemeente Almelo aan werken. Leuk om die opening samen te mogen doen. Ik denk dat het ook goed symboliseert dat de gemeente Almelo en de provincie een goede samenwerking hebben en ook gezamenlijk kijken naar hoe ziet de binnenstad eruit, wat is daar nog nodig om hem vitaler, bruisender en veiliger ook te maken en wat minder leegstand te hebben. En ik denk dat het ook heel belangrijk is voor Almelo om met het water wat teruggebracht wordt, maar ook het Marktplein, de V&D en al deze onderdelen die aangepakt worden om gewoon weer een heel mooi, dynamisch, goed centrum te krijgen. Dat is toch de kracht van de stad van Almelo om juist je binnenstad heel erg te laten floreren. Jan Dijsma aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van de provincie Overijssel. 4 jaar geleden stonden we in de peiling op 14 zetels en we kwamen uit op 38. Op dit moment staat de Partij van de Arbeid weer erg laag in die peiling. Ja, maar dat geeft dus eigenlijk ook aan dat alles echt mogelijk is. We hebben heel veel mogelijkheden om gewoon toch een goede uitslag te maken. Maar het hangt er wel vanaf dat al die mensen die de Partij van de Arbeid een warm hart toedragen, die het land niet willen laten leiden door bijvoorbeeld Geert Wilders, ja, dat ze ook echt op 15 maart gaan stemmen en niet thuis blijven. En het mooie is wel dat er nu een tijd aankomt waarin we ook weer kunnen gaan bouwen. En weer kunnen gaan investeren in bijvoorbeeld goede verpleeghuiszorg, in onderwijs. En dat is ook een tijd waarin wij graag ons steentje willen bijdragen. Net zoals we dat gedaan hebben toen er grote problemen in dit land opgelost moesten worden. Nederland is ook uniek. We zijn eigenlijk door de eeuwen heen een land geweest waar mensen altijd zich welkom voelden. Waar we met elkaar leefden, ook met respect. Heel veel kindertjes en hun moeders en vaders en opa's en oma's waren afgekomen op het nationale voorleesontbijt in de openbare bibliotheek. Het duurde even voordat iedereen goed zat, maar toen kon Philomena dan ook voorlezen uit De kleine walvis. Ik ben bij jou. Hebben jullie die ook op school? Ja? En misschien, ik heb ook enkele kinderen gezien die zaterdagmiddag al waren bij de voorstelling. En nu ga ik het verhaal vertellen. Ja? Zijn jullie er klaar voor? Ja. Ja? Boy woonde aan zee, samen met zijn vader en wel 6 katten. 6 katten, veel hè? Morgens ging de vader van Boy al vroeg naar zijn vissersboot. Dan bleef hij de hele dag weg. Hij kwam pas weer thuis als het donker was. Nee? Ga maar even zitten. Ja? Ga ik. Eindelijk, na 4,5 jaar toch weer gedeelte van de baan open. We hebben maar de helft van de baan, de andere helft is niet betrouwbaar. Maar toch, voor de jeugd is het ideaal. Ja, ik vertrouw die weerkelkers niet meer. Hopeloze zaak met die weerkelkers. Ja. De ene keer bloos van alles en de andere keer zeg je, jongens, ijs is onbetrouwbaar, dat is niet op. Ja. En dat is, nee. Als ik morgens wakker word, dan zie ik het wel. En dan denk ik, ja jongens, ik heb toch lief. Ja. Geen post. Geweldig. Had je het verwacht dat je het zou worden?
Nee, eigenlijk niet. Ik had het niet verwacht. Het is altijd lastig omdat het ook een publieksprijs is. Omdat het publiek ook mag stemmen. Dus ik ben er wel blij mee. Afgeraakt aan de opdracht van het MBO en met name ook zorgen dat leerlingen kans krijgen. VSV-beleid, voortijdig schoolverlaten, waar we enorm goede successen geboekt hebben. En natuurlijk emancipatie. En dames en heren, het is vandaag precies, op vrijdag is het precies 100 jaar geleden dat de eerste vrouwelijke hoogleraar werd benoemd in Nederland, Johanna Westerdijk. En als minister van Emancipatie, man, vrouw, ook homorechten, ben ik daar zeer, zeer voor gepassioneerd. Maar u kunt mij wakker maken voor elk perspectief van gelijke rechten. Want dat is uiteindelijk waar de PvdA voor is opgericht. En waar wij nog dag in, dag uit voor strijden. Wat ik eigenlijk wil is daar samen met alle leraren, schoolleiders en bestuurders dag in dag uit aan te werken. Te zorgen dat kinderen als ze één keer een keus maken, dat niet een keus voor hun hele leven is. Maar dat ze ook kunnen blijven stapelen. Dat ze naar nieuwe overgangen kunnen. En dat we stimuleren dat ook mensen buiten het onderwijs, denk aan de voetbalclub, de werkgever, die bijvoorbeeld stageplekken aanbiedt of waar leerlingen bijverdiensten hebben, dat die meewerken aan bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding of huiswerkbegeleiding hebben zelfs op school kan plaatsvinden. Kortom, dat we dit met elkaar doen om ervoor te zorgen dat uit elk kind het beste kan komen. In een transformatiehuis en dat heeft het hoofdnetwerk van Kogas en Enexis bereikt en dat geeft een grote stroomstoring hier in Almelo. Het is een feit dat jullie uit Almelo gaan verdwijnen. En als een topsportploeg uit Almelo gaat verdwijnen, dan is dat wel iets heel bijzonders. Uiteindelijk, kijk, als je topsport wil bedrijven, maar goed, dat zie je ook aan het illustere club die hiernaast zit, aan Heracles. Als je geen geld hebt, kom je daar niet verder.
En dat betekent elke topsport heeft geld nodig. In ieder geval de mogelijkheid om geld aan zich te binden. Dat betekent dat we met een businessclub moeten werken. En dat is aanzienlijk anders. Wij denken beter, veel beter geregeld in Vroom Soap dan het hier in Almelo is. Ik neem dan toch aan dat als het eigenlijk een kwestie is van geld, dat je dan ook met de partner waar je op dat moment mee samenwerkt gaat onderhandelen. Ja, dat is een aanname en die klinkt heel erg logisch, maar de feitelijkheid is een andere. Dat hebben ze niet gedaan. De voorzitter van Eurosport heeft mij geïnformeerd over het voorgenomen besluit. Dus we zijn niet uitgedaagd om mee te doen om samen te kijken van hoe we eventueel een nieuw businessmodel zouden kunnen opstarten. Die 25.000 euro valt dus nu aan het einde van het seizoen. Hè? Want zij zeggen gewoon het huurcontract op aan het einde van het seizoen. Dus niet van vandaag. Vervolgens valt dit bedrag dus vrij. En ik heb van de heer Buscher al begrepen dat andere belangstellenden zich al gemeld hebben om de vrijkomende uren op te vullen. Daar is het een brede sporthal. We hebben een topsporthal. En die brengt toch wel een aantal grote voordelen met zich mee. En dat hebben ze dan niet. Dus sportief gezien en qua spelen zullen ze dat daar niet hebben. Maar dan zal het echt het geld zal zo zwaar hebben moeten overwegen dat ze die beslissing hebben genomen. De brand brak in de nacht van dinsdag op woensdag omstreeks 3 uur uit in het centrum, in de Stadsbrasserie aan de Kerkstraat. Uit voorzorg bracht de brandweer 5 bewoners van omliggende panden elders onder. Ik ben een sportieve, enthousiaste en hele vrolijke echtgenoot en vader. Expeditie Robinson is een programma dat sinds 2000 op de buis is. En dan zie je mensen op een onbewoond eiland helemaal voor zichzelf zorgen, volledig zelfredzaam zijn. In het begin heb ik de indruk was dat nog een stuk zwaarder dan tegenwoordig. Er is iets meer op het eiland te vinden aan eten dan dat het in de eerste afleveringen was.
Maar ja, dat spreekt me heel erg aan. Ik zou... op deze polykamer, daar doe ik spreekuren. En in de gesprekken met mijn patiënten, daar zijn sociale vaardigheden uiteraard een absolute vereiste. Op het eiland, daar hoop ik met mijn sociale vaardigheden niet alleen mijn eigen expeditie wat makkelijker te maken, maar ook die van de mensen omheen. Het probleem, op doorzettingsvermogen heb ik al eens een marathon gelopen, dus ik maak me daar niet zo heel veel zorgen over. Dus stem, mag met al je e-mailadressen die je hebt, via Facebook en ik hoop tot vanaf het eiland. Muziektheater Servus en de Harmonie Sint-Jan uit Weerde deden zaterdag de aftrap van een uniek samenwerkingsproject. Over de brug heet het. Hoe kwam het tot stand? Wij hadden destijds, was de toenmalige wethouder van Almelo, Van Marle. De zoon die was hier penningmeester binnen onze vereniging en die was daarmee gestopt. En op een gegeven moment bij het laatste concert hier, het vijvenconcert wat wij in juli altijd organiseren, kwam ik zijn moeder tegen, Henny. En die is bestuurslid van Servus Almelo. En ik heb daar voorzichtig de vraag neergelegd. Goh, zou het niet eens leuk zijn om eens een keer samen iets te gaan doen? Het is eigenlijk een beetje een bedacht verhaal van de laatste 80 jaar van de geschiedenis tussen Almelo en Wierden. En eigenlijk is het een beetje een tijdsbeeld vanaf 1938 tot nu. Daarin staan Almelo en Wierden centraal als gemeente en alles wat er tussen hun gebeurd is. En dat is allemaal gestoken in een jasje van een mevrouw, Wilma, die in 1938 in Wierden geboren is en in 2017 in Almelo op sterven ligt. En zij vertelt haar levensverhaal aan de hand van allerlei gebeurtenissen die ook tussen Almelo en Wierden hebben plaatsgevonden. Yeah! Het is een hele drukke dag geweest. We hebben veel meer stemmen dan ooit hier verwerkt. Normaal zouden er hier maximaal 1250 kiezers kunnen komen. Er zijn er vandaag bijna 1500 geweest. Dat komt omdat veel ambtenaren hier stemmen en ook mensen vanuit andere wijken hier komen stemmen omdat ze toevallig in de stad zijn. En dat betekent dat het nu een enorm werk is en we zijn hier met heel veel mensen druk bezig geweest en we zijn eigenlijk vrij snel, ik had dit niet verwacht. Hoeveel mensen had u aan het werk? Wij waren met 7 leden op het stembureau en 6 tellers vandaag, dus we waren met z'n 13e. De meerderheid mag naar huis gaan. Nou, we zijn er en inpakken, dat doen wij wel. Rugby Club Big Bulls speelde zondag de laatste competitiewedstrijd tegen ERC 69 uit Enschede. Ze moesten winnen om de Rams uit Apeldoorn achter zich te laten. De verwachtingen waren hoog gespannen en trokken bijzondere gasten. Burgemeester, ik kom u ook overal tegen. Hier nu bij de Big Bulls. Vertel eens, wat hebt u met rugby? Nou, met rugby als zodanig niet eens zo heel veel. Maar de Big Bulls spelen vandaag een kampioenswedstrijd voor de derde klasse. Ja, daar hoor je natuurlijk even bij te zijn. Lekker Teddy, binnen 10 minuten stond het al 32-0 en was de wedstrijd in feite al gespeeld. En dan als het klaar is, jongens, dan doet de DJ de muziek aan en dan gaan we starten dat je lekker aan.
KPI Haarbrinkhoek. Dat is een plattelandse jongerenvereniging hier in Haarbrinkhoek, Mariaprog in omstreken. En wij hebben nu, dit jaar staan we dus weer bij het paasvuur van wat we dit jaar gebouwd hebben. En dan zijn we toch echt wel met een 40 mensen, 40, 45 mensen onderweg om overal het hout bij elkaar te halen. Oké, dat is dus nog een redelijke klus om dat voor elkaar te krijgen. Ja, het is een hele happening en het is een beetje traditie, maar die jongens vinden het ook hartstikke mooi en het is een gezellige dag met elkaar. Het is al even bikkelen, maar het is hartstikke gezellig en leuk om te doen. Weet je wie langs het blijft staan? Hebben jullie al flink verkocht? Ja, ik heb best veel gekocht. Verkocht. Ja. Ik nog niet. En raak je alles kwijt, denk je? Nee, ik denk niet dat ik alles kwijt raak. Maar... Ja, gaat redelijk. Mooi. Ik heb de tuk al bijna vol, meneer. Kijk. En de portemonnee leeg? Nee. Ik mag met niks meer thuiskomen, hè? Alleen maar winst neem ik mee naar huis. Ja. Kuipers, kampioen van de vierde klasse D. Wat doet dat met jou als trainer? Ja, dit is mooi. Ja, dit is mooi voor mij. Maar veel belangrijker, dit is mooi voor ASV. Ik bedoel, die hebben hier 45 jaar op gewacht. En dat is gewoon fantastisch. En dat zie je aan de ontlading naast het veld en in het veld. Je begint dan zo'n seizoen. En dan denk je van, nou, kijken waar is de schipstrand? Ja, wat ik al eerder heb gezegd, we beginnen met 10 nieuwe jongens. Dus voor mij was de eerste belangrijk van, hoe kunnen we zo snel mogelijk een team ervan krijgen? En ik denk dat we dat, redelijk snel voor elkaar gekregen hebben. In het begin van de competitie zag je nog dat het wat wisselvallig was. Maar ja, als je sinds 16 oktober niet meer verliest, ja, dan denk ik gewoon dat je de terechte kampioen bent. Ja, je blijft maar winnen en je blijft maar winnen en het gaat helemaal niet meer mis. Nee, maar dat zei ik. We zijn in een hele korte tijd hebben we een team gevormd. En in een hele korte tijd heeft dat geresulteerd in resultaat. Dames en heren. Resultaat, en dat betekent dus volgend jaar derde klasse. Maar jij bent er niet meer bij. Nee, ik heb een keuze gemaakt om een andere vereniging te zoeken.
Maar goed, dit is mooi voor ASV en die gaan lekker naar de derde klasse en dat is mooi. Heb jij deze wedstrijd wel eens met aan elkaar geknepen billen gezeten? Nee, eigenlijk niet. We komen wel met 1-0 achter door een penalty. Maar ik vond ook vanaf dat moment waren wij gewoon de bovenliggende partij. En tuurlijk ben je afhankelijk van de doelpunt die we maken. En tuurlijk duurde dat een beetje lang. Maar om nou te zeggen dat ik echt met samengeknepen billen heb gezeten, nee, dat denk ik niet. Nee. Maar met andere woorden, feest vandaag in Adorp. Daar ga ik wel vanuit dat er feest in Adorp is vandaag, ja. Heel veel plezier. Dankjewel. Voor Kiev de special. Hier zijn uw gastheren Hans Meekenkamp en Pierre Frisson. Wat een aankondiging. Dit is een voorbeschouwing van het Eurovisie Songfestival van volgend jaar in Kiev. En dat doen we niet 1 uur. Wij doen dat niet 2 uur. Geen 3 uur, maar zelfs 4 uur. Tot 11 uur zitten we samen met een panel. Dit allemaal vanwege het 25-jarig bestaan van het programma De Pop aan het Dansen. Want dat programma hebben we al 25 jaar met heel veel of bijna alleen maar Songfestival muziek. Is mijn vraag... zit het qua muziek goed in elkaar, al die liedjes op Songfestival? Ja, het zit op zich wel goed in elkaar. Maar het is natuurlijk wel heel typisch altijd couplet, refrein. En dan een hoogtepunt. En dan een modulatie naar het volgende refrein. En zo zit eigenlijk bijna elk Songfestival nummer wel in elkaar. Maar ik denk dat dat eigenlijk het Songfestival ook wel heel bijzonder maakt. Jullie moeten beginnen. En ik gelijk, hip, 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 hoera. Iedereen keek van, hé... Dat is toch raar. Ja, niemand heeft ooit gewonnen die moest beginnen, hebben ze toen gezegd. Dat waren ook zo, geloof ik. Maar ik denk, oh gelukkig. Gelijk beginnen, goed nummer om te beginnen. Dat gaat om, als je met een ballet moet beginnen, is het al, kun je het al vergeten. Maar we hadden gewoon een meeslepend, leuk, gezellig, mooi liedje. En we dachten van, hiermee gaan wij het Songfestival openen en we gaan winnen. En... Wat was de titel van dat nummer? Hoe heet het ook alweer? Dingen doen. Many feeling alright, everything is uptight. Listen to a song that is ding, ding it on. There will be no sorrow when you sing tomorrow. And you walk along with you ding, ding, dong. Ding it dong every hour. En dit jaar, is het een goed jaar? Het is een heel goed jaar. Er zijn niet veel nummers bij waar je denkt van... Gatje, dat vind je geen mooi nummer. Ik vind het echt ook wat... een hoge kwaliteit dit jaar. Echt... Vandaag in Bonnebroek allemaal hartelijk welkom bij de
ASB voor je de ramenwedstrijd. Ik weet niet zeker dat voor je de direct aan de leiding gaat, Ruben Renzen. De boodschap, dat krijgen we dus allemaal een beetje in beeld. Ruben Renzen aan de leiding voor de 554 van Bram Bex, denk ik, op de tweede plaats. De passage op de finish line naar de eerste volle ronde met Ruben Renzen aan de leiding. De 554 van Bram Bex, gevolgd door de 560. De Ramo als de 20 uur van Remco Tippett. Die hebben hier nog meer concurrentie. En ook Van Aalsen van erbij, die kunt gemakkelijk erop. Twee ronden nog te gaan met koploper Michiel Bruinslaar. Remco Tepperit gaat je naar de Oranje Vlag, de commandant van de Galliëren, loopt ook achter de troepen. Die bekijkt op dit moment of zijn troepen goed zijn opgesteld. U ziet daar links van aan de gereerde kant de schot. Ik wil jullie van harte welkom heten hier op de 5e editie van het Twents Lente. He, de mensen die hier heerlijk aan het genieten zijn op het terras. When we're not together, I think about you all the time. I keep a picture in my wallet to remind me that you're mine. Almelo, laat jullie even horen! Hey, we gaan er even wat tempo in gooien, man. Alles hier is! Alles hier is! Hey, alles hier is! Iedereen! Just
harte welkom, mevrouw Kati Smit, familie, andere familieleden, mevrouw de commissaris van de Koning, meneer de burgemeester van Almelo, Heraklieden, vrienden, landskampioenen heb ik hier ook gezien, iedereen die Heracles een warm hart toedraagt en Jan Smit, van harte welkom hier. Afscheid van de heer Jan Smit, dames en heren, als voorzitter van deze club, of beter nog, als voorzitter van deze familie. Ik heb het woord net al even gebruikt, want ik denk dat Heracles dat is, familie. Ik las in Tubantia dat je nu meer aandacht gaat besteden aan je culturele kant en dat je je daarbij laat leiden door je vrouw Kati. Dat zit dan wel goed, want zij is degene, dat mag hier ook wel gezegd worden, die je al die jaren gesteund heeft in je werk, maar ook in al dat vrijwilligerswerk. Dus veel van de eer die vandaag wordt uitgesproken komt wat mij betreft ook aan haar toe. Jan, het is mij een grote eer om je te kunnen meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander heeft behaagd om jou te benoemen tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Toen ik hoorde dat voor deze dag een speciale commissie was gevormd, genaamd de Uitzwaaicommissie, kreeg ik het wel even benauwd. Mijn gehoor namelijk is de laatste jaren echt wat minder geworden en ik verstond de uitvaartcommissie. Zover was het gelukkig nog niet. Nogmaals mensen, dank dat u allemaal was. Ik wens u allemaal een fijne avond verder en ik hoop u zoveel mogelijk allemaal de hand te schudden. Het was zeer bijzonder op 19 jaar voorzitter van de Heracles. Dank u wel. U bent Evelien? Ja, dat klopt. Ook Evelien. Ook Evelien. Hoe lang doen jullie die organisatie van de avondvierdaagse in Adorp? Nu voor het zesde jaar. Evelien. Wij zijn nog steeds dezelfde Evelienen. Ja. We worden ondersteund, of de wandelaars worden ondersteund door de Harmonie uit Friesveen. En ja, dat doen ze ook al voor het zesde jaar. En ja, geweldig, fantastisch. Team 135, ja al!
En omdat wij in Friesland voeren met larkjes, zagen wij dus die pramen daar allemaal in de wedstrijd. En toen hebben wij elkaar aangekeken en gezegd, waarom kopen we geen praam? Ja, want eigenlijk is het dan bij een stuk goedkoper en het past beter bij Almelo. Ja. Juist, Almelo had vroeger een mooie havenkom. Met allemaal stalen of ijzeren schepen erin, al of niet zeilend. En daar werd vracht mee vervoerd. Ja, wat doet de stichting eigenlijk? Stap. De stichting die wil een boot in de vaart brengen, eigenlijk om een beetje bedrijvigheid in Almelo te geven aan dat nieuw gegraven water. En om een beetje de aandacht te vestigen op de oude bedrijvigheid die er in de stad heerst wat betreft de scheepvaart. Mooi. Dat is wel mooi. Wat is er te doen allemaal deze week? Paarden en ponies, springen en dressuur. Het eerste weekend is ponies, vrijdag tot en met zondag. En vanaf maandag gaan we verder met de paarden om daar alle disciplines in, paarden, in springen en dressuur te doen. En dit weekend is het de jeugd, de ponies? Ja, zoals ik zei, van vrijdag tot en met zondag is het de ponies. Van lage tot hoge klasses in dressuur en springen. En is er nog heel iets bijzonders, iets aparts met het randprogramma? Ik hoor iets van ringsteken met bekende Almeloers. Dat is inderdaad ook zo. Ringsteken is ook aanstaande woensdagavond. Daarin hebben wij diverse teams die dan een rondje achter op de koets gaan ringsteken. En daar zijn ook wat bekende Almeloers die dat gaan doen, onder andere de burgemeester. Okay. En doet u zelf ook mee? Ja, ik ben ook uitverkoren om mee te mogen doen. De sobere roffel van de Tifa Toto Boang groep begeleidde de deelnemers aan de stille tocht ter nagedachtenis aan de 26-jarige Talita van Limbeek die vorige week door een misdrijf om het leven kwam. Dat de wethouder aan de andere kant ze is in de house.
Christine van Wijk, fijn dat u er bent. Ja, ook goed dat u er bent. Ja. Meneer Nijhoff, de oorspronkelijke Belg. Ja, die zwavel. In bewaring genomen. 3, 2, 1. Een hele mooie oude gebouw hebt en je weet ze zo weer functioneel te maken en ook zoveel enthousiaste mensen weer voor die nieuwbouw te treffen. Woningcorporatie dat fantastisch heeft opgepakt, ondanks alle tegenslag. Je rijdt hier door de straat en dan denk je van, yes, dit is het. Should old acquaintance